tijdens dat feestelijke moment zijn er veel bedankjes van klanten. Katie was het gezicht van Brasserie Boe. 23 jaar vind ik het gewoon mooi geweest. Ik doe het eigenlijk al heel mijn leven. Eerst vroeger in het bedrijf van mijn ouders, als kind al. En eigenlijk heb ik niets anders gedaan. En ben ik dus 23 jaar op deze locatie verder. En is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Uw ouders hadden deze zaak voor u. Hoe heeft u het hem verteld? In eerste instantie voorzichtig. En waren ze natuurlijk niet zo gecharmeerd, maar uiteindelijk begrijpen ze het heel goed en zijn ze heel erg blij voor me. En waarom heeft u het aan Tessa verkocht? Nou ja, Tessa is gewoon de geschikte kandidaat, jonge vrouw. Ze heeft er onwijs veel zin in, ze woont heel dicht in de buurt. En het is gewoon een droom van haar. Met Tessa aan het roer gaat de brasserie een nieuwe koers varen. Wij gaan eigenlijk alles een beetje naar het nu brengen. Dus nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe menukaart. En ik ga kijken naar waar er vraag naar is hier in de buurt. En ik probeer ook heel veel samen te werken met leveranciers uit de buurt. En daar heb ik heel veel zin in. De zaak zal qua kleurstelling een stuk lichter worden. Het is nog even afwachten. Ik weet dat de tuiner zelf ook zijn plannen heeft. En ik wil ook dat de brasserie zich eigenlijk passend maakt aan het nieuwe concept van de tuinen. Maar ik heb heel veel ideeën en heel veel kleuren in mijn hoofd. En daar ga ik mee aan de slag. Hun familiebedrijf na 23 jaar stoppen is een hele moeilijke beslissing voor Katie. Op zich wel. Maar ik woon zelf niet in deze regio en is het voor mij een hele rit. Dus ik vind het fijn om iets dichter bij huis te gaan zoeken. En zeker is het spijtig, maar zoals ik altijd maar zeg, het is een tijd van komen, een tijd van gaan. En die is nu gekomen, ja.